Hallo, hier wonen wij met z'n drieën. Ik kom vooral gezellig binnen. Teerza, Elsin en Hanna zijn afgestudeerd en hebben elk een betaalde baan. Toch wonen ze nog altijd in een studentenwoning aan het Leidse 5 meiplein. Op zich bevalt dat goed, maar de starters hebben voor hun gevoel geen andere keus. Ik zeg altijd: de optie die we hier hebben is niet de ergste. We hebben het hartstikke gezellig met z'n drieën. Maar als onze huurbaas om een of andere reden zegt: ik ga dit verkopen of ik ga, dit, ik ga hier andere mensen aan andere mensen verhuren. Dan hebben wij eigenlijk alle drie geen andere optie. Dan kunnen wij nergens uh, naartoe. Als ik hier weg zou moeten, zou dat betekenen dat ik um, waarschijnlijk weer bij mijn moeder zou moeten gaan wonen. Omdat ik een te klein budget heb om ergens anders terecht te kunnen. Um, huurhuizen zijn te duur, koophuizen al helemaal. En dan moet ik hen ook nog eens verlaten. Dus dat is allemaal heel vervelend. Um, mijn hele sociale leven is in Leiden. Um, en mijn werk zit in Amsterdam. Dus terug verhuizen naar Rotterdam. Of Ergens anders waar je het kan betalen is eigenlijk gewoon in alle situaties heel erg vervelend en onhandig. Makelaar Ralf Lek legt uit wat er op de Leidse huizenmarkt aan de hand is. Het, het heeft allemaal te maken met doorstroming. Iemand die huurt, maar niks leuks weet te vinden, zal nooit weggaan. En iemand die in een groter huis woont en geen alternatief geboden krijgt, zal nooit weggaan. Dus het, als het stilstaat, ja, dan, dan zal er verder niks gebeuren en dan zal het alleen maar meer worden. Er is, er is woningnood. Dus ja, zorg dat daarin ook mogelijkheden worden gebouwd. En wat moet er nou gebeuren om dit op te lossen? Ik weet niet of er één oplossing is voor dit probleem. Um, maar ik zie wel in dat er een ontzettend groot tekort is aan sociale huurwoningen op dit moment. Er wordt heel veel gebouwd voor mensen van de hogere segmenten in de samenleving, omdat dat voor projectontwikkelaars, denk ik, gewoon interessanter is. Dat betekent dat heel veel mensen zoals wij in dezelfde situatie terechtkomen niet kunnen verhuizen naar de woningen waar ze terecht zouden kunnen komen... of zouden willen wonen. En dat is gewoon zonde. Naast het bouwen van woningen, uh, zeker in het segment waar veel behoefte aan is... denk ik ook dat er niet alleen naar het bouwen gekeken moet worden, maar ook naar de sociale huurkant gekeken moet worden. Nou, waar, waar ik persoonlijk uh, toch wel moeite mee heb, is dat iemand die bijvoorbeeld tweeverdiener is... en in de sociale woning uh, woont, een scheef wonen zoals we dat noemen... Uh, dat daarin geen doorstroming plaatsvindt. Persoonlijk vind ik dat, het, uh, dat, dat, inderdaad, als je iets kan kopen, uh, maar omdat je goedkoop huurt, dat je daarin ook een bepaalde groep belemmert. Ik denk dat er sowieso meer nagedacht moet worden over het maken en renoveren van huizen voor de onderen en uh, lagere en de middelste segmenten. Um, want op deze manier is het gewoon niet te doen.